Wat zijn jullie aan het doen? Ja, we zijn eigenlijk bezig met een klein project. En wat we willen doen is een beetje aandacht vestigen op dingen in het dagelijks leven op straat waar we niet zoveel aandacht aan besteden. Terwijl ze eigenlijk heel, heel belangrijk zijn. Dus dat kan een stoeptegel zijn. Ja. Of een fietsenrek zoals je hier ziet. Ja. En doordat we die eigenlijk met een soort, ja, een patroon geven wat heel erg opvalt, dan ga je er extra naar kijken en zo proberen we de aandacht eraan te trekken. En zoals je ziet, nu is hij niet meer, nu kun je het ding eigenlijk niet meer gebruiken. En daardoor besef je dan hopelijk dat je iets mist als het er niet meer is. Ja. Dat is het idee erachter. En jullie doen ook teksten, zag ik net onderweg. Ja, we hebben een aantal teksten geschreven van waarom het dan belangrijk is. En dat is ook bedoeld om dan mensen even stil te laten staan bij het feit dat het er wel is. En misschien iemands dag een beetje leuker te maken. Ja, en schrijven jullie diezelfde teksten? Ja, die hebben we zelf geschreven. Leuk hoor. En ga je nog meer doen hier nu op de kop of ga je de hele stad door? Nou, we zijn wel van plan om wat andere plekken ook te doen. Maar hebben we de fietsenrekken gedaan. En de stoeptegels en een verkeersbord inderdaad. Ja. En die locaties die zoek je gewoon uit per dag waar je zin in hebt? Of, Nee, maar wel van tevoren bedacht. Ja. Van tevoren bedacht. Ja, zodat je echt niet kan missen. Ja. En jullie zitten op een kunstopleiding. In Den Haag. In Den Haag? Ja. De kunstopleiding. Ja. Leuk. Mag ik dit op YouTube plaatsen? Vind je het leuk? Ja hoor. Zeker. Ja? Oké. En moet ik jullie taggen? Doe maar. Je kunt het ons mailen anders. Goed. Oké. Ik zal je zo wel even mijn e-mailadres geven. Prima.